Officieel heten ze de Z-generatie. Ja. Maar jullie en ik, wij noemen ze de Watjes-generatie. Ja. Ze zijn geboren zo tussen 1996 en 2015. Ja, die club. Ja. En pas geleden, ja, toen vertelde een vriend van mij uit de horeca, die zei van je wordt helemaal gek van die Watjes-generatie, want die willen alleen maar heel weinig werken, die willen veel verdienen, ze nemen geen verantwoording, ze hebben geen passie en je wordt er helemaal knetter gek van die Watjes-generatie. En wat zien en wat horen wij nu op de radio, daar is een mevrouw gekomen, ene Laura Bal, en die noemt zichzelf expert op het gebied van de Z-generatie, van die Watjes-club. Ja, daar is zij expert op. Nou, en wat zegt de expert? Die zegt dat de Z-generatie, die werkt harder dan alle vorige generaties. Dus mijn generatie en alles wat daarna komt, die Watjes-generatie, die werkt het hardste. Nou. Ja. Dan moet je even van mij komen. Ja. Maar gelukkig in die uitzending, het was op de radio, die NPO, die geeft altijd ruimte aan onzin. Dus daar was gelukkig Won Jip. Won Jip is grote horecaondernemer. De koning van de Dam heeft daar allemaal horecatenten. En die was aan de telefoon. En Won Jip, ja, die was het daar natuurlijk totaal niet mee eens. En die zei, ja, er is wel een verschil tussen aanwezig zijn en werken. Daar begon hij mee. Dat was de eerste opmerking tegen de expert. En daarna zei hij nog van, ze zitten altijd op hun telefoon. Als je binnenkomt in een restaurant of wat dan ook, of in een winkel, zit die club altijd op zijn telefoon. Hij zegt, en die zijn echt niet met de baas aan het appen. Ha, ja, en daarmee was deze Laura volkomen afgeserveerd over die belachelijke Watjes-generatie. Want daar stoor ik me ook enorm aan. Ja, hey Won, ik zou zeggen, dit was helemaal top. En nog, hey, nog eentje. Jip.